Uit de stal van Disney, de derde live-action verfilming Beauty and the Beast. Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmerts. Ik ben Henk. Gina. Sander. En we gaan het vandaag hebben over Beauty and the Beast. Ik heb hem niet gezien. Shame. Maar voor het verhaal zit ik er maar even bij. Ja, kom je een beetje ding te vragen. Ken je het origineel wel? Ik ken het origineel wel. Ik heb wel eens gezien, zeg maar. Maar niet. Je bent geen fan. Ik ben geen fan. Ik ben ook niet echt Disney fan, maar... Nee. Het leek me wel leuk, maar gewoon even qua tijd kwam het niet helemaal uit. Ook met deze kleine hiervoor. Kleine lukt knakker. Dat niet helemaal. Maar jullie hebben wel gezien. Mm-hmm. Zeker. Dus, allereerst... Ging die weer hetzelfde voor de mensen die het nog helemaal niet gezien hebben? Nou ja, waar ging die over zonder spoilers? Dat is het ding. Ik kan dat niet zo goed beoordelen. Want ik heb het origineel... Ja, volgens mij stukjes wel gezien. Maar eigenlijk nooit in zijn geheel, volgens mij. Ik kan het niet heugen in ieder geval. Dus ik denk dat jij dat het beste kan beantwoorden. Nou ja, het verhaal is grotendeels hetzelfde. Het gaat dus inderdaad over Belle. Zij is de beauty. En dan... Ja, haar vader ontdekt het kasteel van het beest. En het verhaal van het beest wordt dan duidelijk. En het is een magisch kasteel. En zij komt daar dan op een of andere manier terecht. En woont samen met het beest. Wat uiteindelijk wel een goede kerel blijkt. En er ontstaat een love connection. En dat is heel handig. Want dat bepaalt het lot van hun beiden. Ja, ja. Maar dit is een beetje een soort van kostuum... Drama. Ja. Ik weet het niet omschrijven. Maar nou ja, wel. Voor mensen die het helemaal niet... Het is wel een setting, een tijdsetting. Ja, oké. Okay, ja. Era. Ja, oké. Het is wel die era. Maar er zit wel magie in. Ja. Maar echt mensen die het helemaal niet kennen, zit er magie in. En, ja, er zit heel veel magie in en magische dingen. En dansen. Ja, het is een sprookje. Het is een klassiek... Disney, ja, dat kan ik me niet herinneren uit de andere Disney real action. Het is echt old school musical, inderdaad. Heel veel nummers. Hmm. Ja, bijna, dacht ik wel. Dat is zo, ja. Bijna gewoon een stage musical ook. Oké. Okay. Qua performance. Ja, drie nieuwe nummers. Je had hiervoor had je namelijk dus Cinderella. Ja. Daar is deze hele hype mee begonnen. Mm-hmm. Daar zat volgens mij geen nummers in. Die vond ik ook echt niet goed, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee. En vorig jaar hadden we de Jungle Book, daar hebben we ook een review van trouwens. Ja. En daar zat ook geen nummers of zo. Een neurietje. Zeg maar, ja, neurie is dat nummer, ja, dat klopt. Maar verder niet. En hierbij zei, ja, ik vond het wel ook niet zo geweldig. En dan vind ik uit die drie, denk ik zo, dan kan ik wel vast zeggen, deze toch het beste. Oké. Ja. Ja, heel veel van de originele Disney nummers en ook drie nieuwe nummers zijn hiervoor geschreven. En ze zijn echt... Ik vind ze ook echt een verrijking op het verhaal. En de klassieke nummers, hè, Be Our Guest en Gaston en Belle and Beast. Ja, die zitten er ook in. En zijn heel leuk vertaald vanuit het originele film naar nieuw. Oké. Ja, ik weet niet. Ja, misschien een spoiler review dan zo even. Want ik ben benieuwd welke nummers dan nieuw zijn. Die moet straks wel. Emma Watson zit er dus in, die we kennen van Harry Potter Cinematic Universe. Yeah. The Wizarding World. Wizarding World. Know your lore. Cinematic Universe. And the perks of being a wallflower. En The Beast wordt hier gespeeld door iemand Dan Stevens. Dan Stevens. Ja, heet hij zo, ja? Ja. Die knakker van Downton Abbey. Downton Abbey, Legion. Matthew Crawley. En de bad guy wordt ook gespeeld door een redelijk bekende, volgens mij. Ja, zijn naam weet ik niet. Luke Evans. Hij is van Dracula Untold. Ja. Yeah. Die heb ik niet gezien. Maar kennen hem van gezicht, dat wel. Ja, precies. Hij is up and coming. Klonk alsof ik top of mind, zeg maar. Maar ik zag laatst de trailer ervan. Toen dacht ik, oh ja, dat was die dude. Ja. Is hij up and coming, ja? Oh. Ja. Nou, hij heeft niet in heel veel dingen gespeeld. Oh, maar hij is wel de laatste tijd heel erg busy. Ja, ik heb hem toch wel ergens in gezien dan al. Want ik herkende hem wel echt. Maar misschien dat ik de trailer zo vaak heb. Kleinere rolletjes volgens mij. Ja, dat zou kunnen. Maar jij vond hem... Ik vond hem heel leuk. In het begin dacht ik echt, I love this. Want ik was enorm fan toen ik klein was. En ik heb laatst dus weer de tekenfilmversie gekeken. En het is echt 3 steps up daarvan. Het is echt heel mooi in elkaar gezet. Later, als het eenmaal een beetje bezonken was, had ik wel een paar pijnpunten. Mm-hmm. Waar ik later heel graag op in wil gaan. Maar overal vond ik het super leuk. Okay. Ja.
Nou ja, ik moet zeggen, bij mij is het een beetje... Mijn vriendin is een beetje zoals jij, die vindt het ook leuk. En die heeft mij nog weer meegesleept. En dan ga ik natuurlijk mee. Maar ik had er absoluut geen zin in. En ik moet zeggen dat ik, zeker ook omdat ik Cinderella, waar ik deze toch wel echt mee wil vergeleken, zeg maar van tevoren, vond ik gewoon echt niet leuk. En ik was wel aangenaam verrast. Vond dit wel, ik denk misschien omdat dit dichter bij de, zeg maar, de Disney-formule is gebleven. Ja. Doordat ze de nummers en zo in hebben gehouden, dat het daardoor beter gaat te vechten kan of zo, ik weet het niet. Maar ik vond het echt bij verreweg niet zo slecht als dat ik gedacht had. En het was ook zo dat ik vond in de trailer vond ik de CGI voor het beest echt heel erg slecht. Echt storend gewoon. Dat viel me ook echt wel mee. Er kwam echt wel, je kon echt wel een performance zien in de Dat is dus echt mijn grootste pijnpunt met die film. Dat ik daar niet overheen kwam. Ja? Het is nog steeds niet goed. Maar ik kon er wel zeg maar in komen. Laat ik het zo zeggen. Het was niet zo slecht dat ik echt iedere keer als ik in beeld kwam. Hou op, weet je wel. Dat was voor mij gelukkig niet zo. Dat had ik wel gedacht van tevoren. Nee, ik vond het van hem het ergst, maar ik vond het bij de nummers echt super goed gedaan qua CGI en qua beeld. Dat bleef mij heel erg bij. En ik heb een vriendin meegenomen die musicals haat. Ja. En zij vond het super tof. Ja. Ja, dat was voor mij ook een hele overwinning. Oké, ik weet het. De volgende is... Ja, want daar zijn ze volgens mij nog iets van 9 volgende levels in ontwikkeling. Alles doen. Ja, tuurlijk. Volgens mij elk jaar 1 krijgen we er nu. Krijg je sowieso Mulan, krijgen we er 2 van, volgens mij. Oh, ja. Van 2 verschillende studio's, ja. Cinematic Universes. Ja, precies. Maar kregen we ook niet een alle Disney Princesses bij elkaar film? Serieus? Dacht wel. Oh mijn god. Dan komt mijn 9-jarige kinderdag. Dat zou ik weet niet of ik dat nou heel grappig vind of echt heel triest. Maar als het goed gedaan is. Ah, ik zou sowieso een live-action Ariel willen zien, inderdaad. Volgens mij komt die er wel... Ja, met nummers. Kan haast niet met nummers. Maar, dus jullie zijn best positief. Mm-hmm. Ja, had ik niet gedacht, maar ja. Ja, ik heb er gewoon eigenlijk niet zo heel veel op te zeggen. Ja. Behalve het feit dat, en dat vond ik eigenlijk altijd van haar, dat vond ik Emma was gewoon niet zo'n goede actrice. ik vond haar soms inderdaad best vlak, maar over het algemeen vond ik haar wel een leuke bel. Ik vond haar leuk bij Dan Stevens passen. Ik vond haar... Ja. Ik vind het gewoon niet zo sympathiek. Nee. Niet zo goed acteren. Nee, ja, ik kan me daar niet zo goed overheen zetten. Ik heb wel, want het is een musical, dus iedereen kon zingen. Heel veel Broadway-acteurs zitten erin. Dus het is echt best, wat dat betreft, ook heel stage. Ja, Josh Gad zag ik, maar voor de rest is het, volgens mij is het voor de rest toch, want ik zag Ewan McGregor. Die vrouw die in het begin zingt en later, zij is het, hoe heet ze alweer? Madame de Kast, weet je wel, die zingt in de valt. Zij is een enorm bekende Broadway zanger en ze deed het super goed. Ik zoek straks haar naam op voor de volgende. Maar ja, Emma Watson kan niet zingen, is zo overduidelijk getuned. Ja, dat was ook best wel naar. Ja, dat heb je natuurlijk altijd met dit soort films. Ja. Ik bedoel, ik betwijfel of Ryan Gosling en Emma Stone... Ja, die goed, goed kunnen zijn. Ja, nee, maar, beter. Weet je, het was wel oké. En het was niet zo gecleaned als dit gecleaned was. Ja, maar dat vind ik wel... Dat, ja, als je een Disney film gaat kijken, dan is het zo gepolijst en gecleaned als het maar kan. Weet je wel. Ja, dus dat daar, bijna een Sony film. Dat verwachtte ik, laat ik het zo zeggen. Kies dan een actrice die ook goed kan zingen, baby. Ja, Emma Stone. Nee. Nou, on that note... Hè? gaan we straks naar de spoiler review, zodat jullie ook nog kunnen horen wat er allemaal na de vouw is gebeurd. Dus dankjewel voor het kijken en tot de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Hier hebben we meer video's. Hier hebben we social links. En vergeet niet te liken en subscriben. Oh shit, ja, dat is prima.